Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Jordi zit, zoals jullie zien, lekker in de box even te spelen, zijn ding te doen. En gisteravond zijn wij in slaap gevallen op de bank. Dus hebben we de Ups & Down niet afgesloten. Dus ik heb het heel eventjes anders geëdit. En Liam die ligt half te slapen in de box. En vandaag hebben we een dagje niks eigenlijk. Ja, mijn huishouden, dat moet ik doen. Maar voor de rest, gelukkig even niks. Morgen weer fysiotherapie. En mijn ouders komen morgen op bezoek. Dus dat is wat we morgen hebben. Maar vandaag lekker niks. Ja, opruimen en doen, want ik heb gisteravond ook niet veel meer gedaan. Het is nog een één grote pestbende hier. Maar goed, dan gaan we gewoon vandaag lekker op het gemakje opruimen en doen. Strakjes ook nog even oefenen met Jordi en zijn loopwagen. En ja, voor de rest gewoon mijn huis houden. Dus het zal vandaag waarschijnlijk een saai dagje worden voor de vlog. Maar ja, die dagen hebben we er ook bij zitten natuurlijk. Dus, maar goed, in ieder geval, laat de dag maar weer beginnen. Fruitje zit erin bij deze twee ventjes. Ze hebben mango en peertje gehad. Hè? En nou zitten ze samen lekker video's te kijken. En zo dadelijk krijgt Jordi een boterhammetje en ja, dat. Dus we gaan samen kijken. Ik ben wel blij dat dat allemaal zo kan. Hé hey, jongen? Ja hè? Zit jij lekker? Mama trots op jou. En ook trots op jou. Mama is ook trots op jou. Wil mama naar je toe komen? Mama is ook trots op jou. Lekker tikkie. Ga je daar lekker kostje eten? Lekker broodkostje. Nee, die mag je niet. Nou, dus gaan we daar doen. Boterhammetje. Jordi krijgt lekker boterhammetje met smeerkaas. En Liam die krijgt een korstje. Kindje ligt in bed, zijn lekker gedoucht. Of ja, lekker. Jordi is niet lekker gedoucht. Nee. Dat was horror. Hè? Mama is gedoucht. Nou, papa nog. Ik ben gedoucht. Papa gaat zo douchen. Ik ga hier beneden even aan de gang, want het ziet eruit hier. Even echt een vies huishouden. Dat valt er ook wel mee. Ik vind het te ver gaan. Maar goed. Ik ga hier eventjes dus aan de gang. Meneer gaat denk ik dadelijk douchen, als je me niet gaat helpen. En morgen moet ik ook nog van alles doen hier. En ik hoop mijn was opgevouwen te hebben vandaag ook nog. Dus ik heb nog genoeg te doen. Dus, ik ga alvast daarbij zeggen. Wel trusten. Slaap lekker alvast. Een hele goede morgen. Liam is lekker aan het afkijken wat Jordi allemaal mee aan het spelen is. Ja, yeah. En ik ga me eigenlijk zo even aankleden. Kindje hebben al gegeten. En Joef zit weer met speelgoed op de bank. Maar goed, kindje hebben al gegeten. Ik ga me eigenlijk zo even aankleden. Kindje aankleden. Fysiotherapie komt zo. Normaal gaan we er altijd heen, maar omdat Jordi zijn loopwagentje heeft en daar eventjes flink goed mee moet oefenen, ja, dan
komt ze even hierheen om alles te regelen, zodat hij daar goed mee blijft oefenen. Wij doen zelf ook oefenen ermee, maar dat is toch best wel een kluif. Maar ja, in ieder geval, Joef heeft die gekke 5 minuten. Maar goed, in ieder geval, ik ga mij even aankleden en zorgen dat ik klaar ben voor deze dag. Het is maar net waar je mee kan spelen, hè? Nou heeft Jordi mijn slippers gevonden. Jordi, wat ben je aan het doen? Nee, niet in je mond! Boom. Jordi die ligt op bed, die was moe en had net gepoept onder het fles drinken. Dus ik moest even zijn luier verschonen. Dus ik denk nou, hè, hij lag half te slapen en in één keer draait hij zijn eigen om. Terwijl ik met die luier bezig was en hij pist zo op mijn hele sprei alles onder. Dus die heb ik even gauw in de wasmachine zitten, zodat hij straks weer erop kan. En dan ga ik zo Liam doen. Maar oh. Dat is echt, als je zijn luier verschoont en je doet het niet op het aankleedkussen, vragen om problemen. Hoe dom kon ik ook zijn? Maar goed, hij ligt nu op bed. Ik ga zo Liam doen. En dan eventjes rustig zitten, want het was weer aanpoten vanochtend. Liam is lekker rustig in zijn elementje. Liam die is nog aan het slapen, joh. Die is inmiddels wakker en die zit even zijn ranjertje te drinken met zijn favoriete Boomba voorstelling. Ik heb ondertussen eventjes vast eten gemaakt. Mijn ouders komen straks. Ik heb pilaf gemaakt. Ziet er zo uit. Er moet nog persik in en er moeten nog ertjes in. Maar die hadden ze bij Picnic niet, want ik had bij Picnic besteld. En ja, die hadden ze daar dus niet. Dus ja, die brengt mijn moeder mee, want die komen dadelijk dan op visite. Dan hoef ik alleen nog maar even rijst te koken, het eten af te maken. En dan kunnen we smullen. Dus, maar goed, eerst even met Jordi daar gaan kroelen. En als Liam wakker is, met Liam. Ja. Nou. Ja, niet bij Minenbrek. Inmiddels zijn mijn ouders weer naar huis en thuis.
heb ik een beetje geëdit. Niels heeft voor mij de keuken even opgeruimd. Een beetje voetbal gekeken. En een beetje voetbal gekeken. En voor de rest hebben we eigenlijk niet zoveel gedaan. Wij gaan ook deze upsen dan afsluiten. Want we gaan zo lekker slaapje doen, denk ik. Ja. Even de hond uitlaten. Hè? Ja. En het hondje uitlaten. Oh, wil je dat nog uitgelaten? Oh, ben je toch lief. Ze kan ook lief zijn. Niet zo druk doen. Nee, je bent nog moe, hè? Opa van Jordi en Lian. Die heeft je hoefje een beetje druk gemaakt. Ja, en oma, die was ook een beetje gek met jou, hè? Die zijn ook heel erg dierenvrienden. Zolang het maar geen rat is, dan vindt mijn moeder het goed. En geen eigen beest. Ook, ook. Die kunnen ze altijd weer terugbrengen, hè? Maar goed. Wij gaan deze upsell nou afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende. Welterusten. Welterusten.